Oh ja, dit is de laatste video van een body kopen. En vandaag gaan we een soort van Q&A doen. Dus we willen vragen beantwoorden. De meest gestelde vraag is Sterre nu van jou? Ja, Sterre is van mij. En hoe oud is Sterre? 7. En welk ras is Sterre? Ze is half Belgisch pony en half Arabier. En ze is een... Even harder praten. Ze is half Arabier, half Belgisch pony, half Belgische rijpony en ze is een schoen. En wist jij iets van dat Sterre kwam? Een heel klein beetje, want mijn moeder zei dat we een kasttoer gingen doen, maar dat was niet zo. Want mijn moeder, die wil helemaal geen kasttoer doen. Oh, leuk. En normaal mag ik niet rijden zonder bodyprotector en ook dan nog springen. Dus ik dacht, er zat al een raar geurtje op. Een raar geurtje? Ja. Maar was je verrast? Ik was heel verrast, ik moest huilen. Ja, dat hebben we eens in de video gezien. Wat vind je van Sterre's voorpluk? Daar heeft ook iedereen het over. Ik vind hem lelijk, om eerlijk te zijn. Maar we laten hem gewoon groeien en dan komt het vast goed. Ja. En dan nog even voor het scheren. Dit is mijn fout. Ik heb hier fout geschoren. Kim heeft het heel netjes gedaan, maar ik heb hier en daar wat scheerfoutjes gemaakt. Dus dat is mijn schuld. We laten nu nog eventjes een aantal dingen zien die we niet konden laten zien. Omdat... Is Kimmetje vlijtig aan het werk. Tadaa. En Sterre? Die vind ik allemaal prima. Wake up when the sun comes down and the light... Elastiekjes pakken. Ja. Ik moet even een paar elastiekjes pakken, dan kan ik er maanden doen. Maar moet je kijken wat er afkomt. Hier, even van dichtbij. Gewoon een meter haar. Zo, Fadi helpt Tess. Ik ben lijntje eraan. En eerst maar even een paar rondjes stappen door de bak. Kijken hoe ze het allemaal vindt. Het gaat goed zo met de drie dametjes. Tess is Sterre aan het poetsen. Ik zeg, je moet er wel warm houden, want het is geschoren en het is 0 graden. Ja, nou, dit was niet helemaal wat ik bedoelde, maar... Ja, het is wel warm, denk ik. Zo, Tess zegt, je is lekker aan het rijden. Op Sterre. We pulled the curtains back and awoke our sleepy heads. 'Cause last night I had a dream that we were floating in the clouds. So I woke up and saw your face and turned my life around. And I keep dreaming of you. Keep dreaming of you. Of you. Last night I had a dream that I was floating on a cloud. I woke up and I saw your face and I turned my life around. And I keep dreaming of you. Gauw inademen. Ja, ademen, ademen. Ja, nee. Ah, dat is een keer. Hallo. Ik kan nu gewoon praten een tijdje hoor. Hallo.
Dat praten? Ik ben Tessa. Hallo, dit is Tessa. En ik ben Tessa. Het is heel raar dit. Mijn kind doet het gewoon beter dan wat ik het doe. Even serieus. Echt? Ga eens door, ga eens door. Kom maar om me heen. Kijk dan. Dat is beter dan jij. Dat zie je lopen dan. Ja, nou ja, sommigen hebben het en anderen niet, hè? Floating in the clouds. So I woke up and saw your face and turned my life around. And I keep dreaming of you. Lekker! Chaos zijn jullie met z'n tweeën. Precies, want jij moet het ook durven. Zo, de eerste kennismaking met het kruisje. En daar gaat het sterretje. Hutsa. Nou ja, wat we in draf kunnen, kunnen we misschien ook in galop. Daar komt ze. Over het kruisje. Hutsa. Goed zo. Nou, dat komt ze hoor. Jeroen is dubbeldammers. Nee, hij is... Keurig. Zo. Nee, en goed beloond. Koud hè? Zo. Verona en Esterretje worden allebei gepoetst en dan gaan we samen rijden. Tadaa! Heb je zin in, Tess? Ik heb heel zin. Lekker buiten, is mooi weer, maar wel heel koud. Ben je aan het likken? Ook al. Zo, ik geloof dat Sterre wereldkampioenschap iets gaat doen. Zo ziet het er in ieder geval uit. Blauw, blauw, blauw. Alles. Sterre, alles is blauw. De blauwste pony van Nederland, geloof ik. Ja. Alles in stijl. Ja. Ah, Lexi! Heb je ook een mooie jas aan? Hallo, schat. Dit is Lexi. Lexi is de gezelligste tikkel van Nederland. Ja, hier bra. Zo, nou, het blauwe circus is van start. Hè? Een roze jasje nog. En roze beugels. Nou ja, die blauwe beugels van mij mag je de volgende keer wel, maar dan moet ik even omwisselen. Ja. Ik ga het ook maar op mijn paard. Ik ben iets soberder aangekleed. Ik heb alleen een deken en een zadel en mijn hoofdstok erop gedaan. Zo, Tess, wat zijn we aan het doen? Rijden. Sapies, hè? Ja. Ja, goed. Mevrouw in het blauw. Helemaal in blauw. Nou, Sterre vindt niks eng. Verona denkt, oh, de wereld vergaat. Want daar is een lantaarnpaal. Ja, die zijn mega. Ja, maar die zijn onwijs eng, die lantaarnpalen. Voor het weet, vreten ze op. Ja, hier, huppel, huppel, huppel. Ja, ik denk dat je het niet echt kan zien, maar... Kan je vertellen dat ze niet echt relaxed is onder me? Ja hoor. Even het Tessaatje. In de draf. Throw naar de oren in de wereld. Oh. Ja, en geloof. Dat is lastig veel, maar zo. Daar gaat ze. Sterre en Tessa. Ja. Tessaatje. Ben je nou allemaal aan het doen? Ja, toch nog een beugel. En dan zit ze erop. En die Sterre die blijft maar staan. Nou ja, toch niet. Ander beugeltje nog. Ja, dan moet je wel gewoon helemaal onder de deken daar ergens. Het is koud, dus daar die schoren zijn een beetje warm. Zo. Nou, ze zit weer hoor. Nou, dan kan ik voor het er zelf op stappen. Goed zo.
mopper, tennis, voetbal, scheppen. Ja, dat hoort er ook bij, het paardrijden. Ze houdt in ieder geval van pony, ze houdt volgens mij niet van poep scheppen. Maar als je rijdt die pony poep, dan moet je het opruimen. Zo, ze hobbelen weer terug naar het stalletje. Verder. Ja, wij gaan gewoon lopend, want Tess gaat erop. Mijn paard is niet in staat om normaal slobber te eten. Rampje! Kijk naar mijn neus. Helemaal onder zit ze. Ja. Dat is rood. Dit waren de video's en de foto's. Nou, oké, sterfmuziek. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. Abonneer ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei. Doei!